denk ik een paar maanden geleden kwam Peter op de lijn. Yo, de Wereldhaven heeft een pand en daar mogen wij gebruik van maken. Hebben jullie een idee? Zo zijn er meerdere mensen die daar van dit pand gebruik van kunnen maken. Maar zo is hij ook bij ons gekomen. Yo, heb je een idee? Nou ja, hey, hoe mooi is het om midden in het winkelcentrum, midden in de wijk, een politiebureau te hebben. Eigenlijk zoals heel vroeger dat het geval was. Ja, 1-1 is natuurlijk 2, dus het politiebureau is er. We gaan hier eens in de zoveel tijd zitten. Want het wordt al gezegd, pup-up. Soms zijn we er wel, soms niet. We hebben het stoepbord, dat zetten we buiten op het moment dat de mensen dat zien, kunnen ze hier binnenlopen. Ja, het is laagdrempelig tijdens het winkelen. Mensen hebben onderweg eens een keer ergens iets gezien, ze hebben een vraag. En dan denk je dan van, hé, de politie is er nu toch, ik loop even binnen. Ja, dat kan. Wij zitten er dan, ik sta met mijn twee collega's om vragen te beantwoorden. Ik krijg ook vragen, kunnen we dan ook aangifte doen? Nou, ja, eigenlijk niet. Hè. Bij uitzondering kan het. We kunnen wel afspraken maken om op een later tijdstip bij de mensen terug te komen. We hebben tegenwoordig allemaal laptops waar we exact hetzelfde werk kunnen doen als op het politiebureau. Dus dat doen we ook gewoon hier. Het is heel makkelijk en laagdrempelig voor de mensen in de wijk om even hier binnen te lopen. De pand zal je misschien nog zien, dus dat wordt ook door andere partners nog gebruikt. Maar wij zitten er in ieder geval ook.